Hey, welkom bij Dopey Mijn naam is Jordi en dit keer gaan we kijken naar portfolio update nummer 26. We gaan kijken naar de markt. Uh, we zitten natuurlijk midden in het cijfersseizoen, dus we gaan even vooruitblikken op wat gaat de komende week gebeuren en wat is de afgelopen week gebeurd. Veel gebeurd. Uh, semiconductors, ASML onder andere, is met cijfers gekomen. Hevige reactie, 20% onderuit. Daar gaan we natuurlijk even induiken, want die hebben we in ons portfolio. Ook gaan we kijken naar Abbott. Drie aandelen door de quickscanner. En ik ga toch even met jullie kijken naar het depositogarantiestelsel en het beleggerscompensatiestelsel. Want er is nog steeds verwarring over. We hebben het er een aantal keer vaker aangehaald. Maar ik vind het wel belangrijk om dat nog even te gaan uh, benoemen. Laten we eerst gaan kijken naar de markt afgelopen week. Uh, toch wel een gemixt beeld. We zien bij de uh, semiconductors natuurlijk wel wat, uh, wat pijn. Hier in Nederland natuurlijk ASML. Um, ja, die heeft gewoon in, in een paar dagen tijd ging die 20% onderuit. Dat is gigantisch voor zo'n bedrijf. Uh, ook bij uh, healthcare plans, verzekeringen en olie. Daar zien we toch wat rode cijfers. En links en rechts ook wel wat groene cijfers. Want Netflix is ook met cijfers gekomen als ik het goed heb. Um, die, dat, uh, die zijn gestegen. Ze zullen met goede cijfers zijn gekomen. Ook bijvoorbeeld uh, McDonald's. Uh, dat soort defensieve fondsen. Utilities, uh, Next Era bijvoorbeeld. Ja, gewoon uh, met goede cijfers. Dus dat... Uh, Mooie groene cijfers, dat ziet er goed uit. Gemengd beeld, S&P heeft natuurlijk ook weer een nieuwe all nieuwe high neergezet. Kunnen ze ook nog even gaan kijken. Voor komende week de cijfers, de belangrijke cijfers. Ja, um, wat werkloosheidscijfers, um, huizenmarkt, uh, uh, existing home sales. Dus de bestaande huizen, uh, hoeveel er verkocht worden, maar ook uh, hoeveel nieuwe huizen er verkocht worden. Dus daar zitten, daar zitten wat cijfers aan te komen. Ik denk dat je daar de volatiliteit niet echt uh, hoeft te zoeken. Wel bij de earnings natuurlijk. Want komende week komt Google, een van de big boys met cijfers. En ik zie er ook namen tussen staan als Philippe Morris van de sigaretjes, uh, Verizon, Lockheed Martin, uh, Oorlogsindustrie. Uh, dus op uh, dinsdag belangrijke cijfers. Uh, Tesla, Coca-Cola, uh, ATT, Boeing. Uh, ja, toch wel grote naam. Ook wel benieuwd wat hier gaat gebeuren. Natuurlijk, de uh, afgelopen periode te maken gehad met drama rondom uh, de vliegtuigen die uh, onderdelen verloren, cetera. Benieuwd hoe, uh, hoe dat daar gaat. Uh, ook cijfer technisch. Verkop technisch. Schrik dat uh, uh, vliegtuigmaatschappijen af of niet. Dat gaan we allemaal terug, uh, terugzien in de cijfers, natuurlijk. Amazon volgende week ook met cijfers. Je hebt natuurlijk in het portfolio ketterpillen aandelen wat ook. Veel aangevraagd wat voorbij komt. Um, ja, en op uh, vrijdag weer wat, uh, weer wat rustiger. Uh, maar wel een drukke week met earnings. Gemengd beeld ook wel van verschillende bedrijven. Dus leuk om in de gaten te houden. En te kijken wat daar, uh, wat daar gaat gebeuren. Um, dan gaan we eventjes naar de S&P. Uh, want die heeft natuurlijk weer, uh, ja die zet gewoon weer nieuwe highs neer. Nieuwe all time highs zelf. Uh, we hebben hier nog gekeken, uh, technisch gezien, of hier dan misschien uh, mogelijk nog een terugtest komt. Maar hij is hier heel agressief uh, weer teruggetest uh, en weer doorgegaan. De NASDAQ die, uh, is hier tegenaan gelopen. Uh, en die hangt nu een beetje rond die, uh, rond die vorige alt-time high uh, te schurken. Ja, en de AX natuurlijk ook uh, uh, te maken met ASML, die een zware weging heeft. Die heeft een uh, rejection laten zien. En die ging uh, afgelopen. Week een ja, 3,5% uh, onderhoud. Heel benieuwd uh, wat dat de komende tijd gaat doen. Ook zeker met die zware weging van een ASML erin, natuurlijk. Uh, drie aandelen door de aandelen scannen. Manpower, dit keer: uh, Manpower zit natuurlijk in uh, uh, personeel. Dus ze uh, bemiddelen tussen uh, werkgevers en werknemers. Uh, ja, dit soort bedrijven hebben wel heel erg te maken ook met uh, werkloosheidscijfers. Dus die moet je goed in de gaten houden. En werkloosheid loopt vaak een beetje achter op economische data. Um, omdat bedrijven pas als het slechter gaat met de bedrijven. Dus hun hebben minder omzetten, er wordt minder verkocht. Dan gaan ze vaak daar achterna gaan ze, uh, personeel ontslaan. Dan zie je vaak dat de werkloosheid oploopt en dat de omzetten dergelijk al gaan dalen. Uh, goed om in de gaten te houden. We hebben natuurlijk toch wel steeds te maken met een uh, schaarste op de arbeidsmarkt. Dus dit soort bedrijven die moeten, moeten geld kunnen verdienen. Uh, Mempow, ja, wereldwijd uh, opererend bedrijf zitten overal. Um, ja, meer dan 100.000 uh, klanten hebben ze. Um, ja, echt gewoon een gigantisch, uh, gigantisch groot bedrijf. Zitten met name in een aantal specifieke uh, gebieden. Uh, business professionals, engineering, finance... Life science, supply chain. Uh, ook altijd goed om bij dit soort bedrijven te kijken. Oké, okay, in welke tak zitten ze dan? Is in die tak vraag naar personeel of niet? Um, ja, dat kun je allemaal meenemen in je, in je analyse. Um, en zijn natuurlijk die belangrijke graadmeter. Wat mij wel opviel in de cijfers is dat de omzetten die zijn, die zijn redelijk stabiel Alleen de winstmarges zijn, zijn echt flintendun. Uh, Zelfs richting uh, uh, 0%. Uh, dus daar wordt, uh, ja de, de, die markt is gewoon heel concurrerend um, en daardoor die winstmarge ook uh, flin te doen. Um, de total assets ook, uh, ook redelijk stabiel, uh, schulden in 2023 wel wat, uh, wel wat opgelopen. Maar percentage technisch, het hangt zo'n beetje rond die 74, 73, 75 procent. Um, Dividend, ja, het dividend wordt vaak wel uitbetaald bij dit soort, uh, dit soort bedrijven. Um, en die, is, uh, die stijgt lichtjes, dus dat is positief om te zien. Uh, wel even in de gaten houden wat ze gaan doen met die winstmarge, wat er de afgelopen kwartaal is gebeurd natuurlijk. Uh, wel lichtjes aandelen uh, uitgegeven, maar dat is uh, uh, heel minimaal. En PI-ratio is natuurlijk ook heel, uh, uh, of die is uh, 22, uh, afgelopen jaren... Uh, uh, die is stabiel geweest, alleen uh, door de, de hele lage winstmarge, is natuurlijk een hele hoge PI-ratio /E in uh, 2023. Uh, Quickscan score van 40%. Ja, dividend uh, rendement, die mag je verwachten de komende jaren. Ook als ze dit uh, stabiel door zouden blijven verhogen, dit track record zouden blijven behouden, dan mag je ze zo gemiddeld zo'n uh, ja, 10,5 euro verwachten de komende drie jaar. Uh, heel klein verlies, uh, maar die is verwaarloosbaar met aandelenuitgifte. Ja, en afhankelijk van die winstmarge, wat daar gaat gebeuren de komende jaren, ga er ook zeker voor jezelf uh, niet alleen een analyse maken van dit bedrijf, maar ga ook een analyse maken voor jezelf van um, werkloosheid. Wat, hoe dat de komende jaren zich gaat verhouden. Dus ook afhankelijk van de economie, wat verwacht je daarvan? Um, maar dit zijn, zijn leuke bedrijven, maar hebben wel weer wat, wat uh, ja, moet je dus wat anders weer analyseren, wat andere data meenemen, wat belangrijker is, impactvoller is voor dit soort bedrijven. Dan hebben we uh, ook nog Rockwool. Rockwool die zit natuurlijk in de isolatie. Nou, wat, wat bij dit soort bedrijven heel interessant is, ze hebben met een aantal voordelen te maken. Uh, bouw, nou, ja, we hebben gewoon het hier in Nederland onder andere tekort aan, uh, aan woningen. Uh, maar goed, wereldwijd bevolking groeit, uh, dus er moet gewoon gebouwd worden. Daarnaast uh, spe spelen zeker ook in Europa, Amerika uh, verduurzaming uh, en dat betekent voor deze bedrijven, ja, die zitten in de isolatie. Dus ook als bestaande gebouwen verduurzaam moeten gaan worden, kunnen zij hiervan profiteren. Ja, en we stellen steeds hogere eisen aan um, uh, gebouwen, dus ze moeten niet alleen duurzamer zijn, maar ook stiller uh, en gebruiksvriendelijker daardoor. Ja, en daar kunnen dit soort bedrijven ook van profiteren omdat uh, met isolatie kun je ook geluid dempen bijvoorbeeld. Dus zeker, uh, zeker interessant bedrijf. Uh, als we dan gaan kijken naar de cijfers, zien we dat de afgelopen jaren uh, van 2020 tot 2022 de omzetten zijn gestegen, 2023 wat een terugval gaat, uh, winstmarge wel mooi op peil gehouden. Dat is wel fijn om te zien ook dat dat, uh, dat, dat is gebeurd. Dus een klein beetje minder verkocht. Maar toch die winstmarge lekker op peil gehouden. Dus dat betekent dat ze daarop kunnen anticiperen. Ze zijn een beetje flexibel met hun bedrijf. En kunnen dus anticiperen op uh, iets dalende omzetten. En dan niet gelijk dat alles ten koste gaat van de winst. Uh, is goed om te zien. Uh, ik weet niet wat uh, hier gebeurt is in de cijfers. Uh, maar we zien hier uh, 2021, 2022, 2023. Een redelijk stabiele verhouding tussen de schulden. Uh, en die zijn gewoon gigantisch laag, uh, 22%, 25%, 21%. Uh, dividend wat er ook, uh, ook uitbetaald, uh, fors dividend ook wel. Uh, PI-ratio die is wat, uh, wat afgelopen, goed om te zien. Quicksand score van 60%. Uh, ja, dividend rendement, zeker ook als ze dit gaan volgen mag je nou een fors dividend rendement verwachten. Het is natuurlijk ook wel een duur aandeel. Uh, maar dividend rendement is, uh, is prima. En ook als we gaan kijken naar de PI ratio. Als ze uh, um, deze winstmarge kunnen bouwen. En ook deze, dit soort groei uh, kunnen gaan doorzetten. Um, zodat ze rond die 11% blijven. 10% misschien zelfs een beetje meer. Ja dan uh, uh, ook daar uh, misschien uh, ondergewaardeerd. Wel gaan we ze natuurlijk zo ook technisch naar kijken waar ze, waar ze nu staan. Um, dan hebben we ook nog... SoFi, weer een heel ander bedrijf, een heel ander aandeel. Ja, die zitten weer in de finance, maar niet in de traditionele finance, maar meer in, uh, in het nieuwe. Um, zij bieden natuurlijk uh, producten aan uh, en ze willen mensen helpen met financieel beter worden. Beter inzicht krijgen, um, het makkelijker maken, beter overzicht. Ja, dat is natuurlijk een hartstikke een mooi, uh, mooi doel. Uh, bijvoorbeeld uh, um, schuld uh, uh, reduceren met een plan. Uh, een vangnet hebben, uh, geld aan het werk zetten, uh, sparen voor pensioen. Nou, dat zijn natuurlijk hele mooie doelen die zo'n bedrijf heeft. En uh, zou ook super zijn als ze mensen daarmee kunnen helpen dat te realiseren. Alleen als investeerder willen we natuurlijk ook geld verdienen. En dat wordt er nog niet gedaan bij SoFi. Uh, we zien natuurlijk wel een flinke groei in de omzet de afgelopen jaren. Um, winst uh, wordt er niet gemaakt, verlies. Maar we zien wel dat uh, er steeds minder verlies wordt gedraaid. Het is dus heel belangrijk om dat soort dingen in de gaten te houden. Volgens mij hebben zelfs ook de laatste kwartalen wat winst gegenereerd. Um, dus bij zo'n kantelpunt, ja, wees daar wel vroeg bij. Um, want als die bedrijven op een gegeven moment winst gaan maken, ja, dan kun je het ook terug gaan zien in de koers. Uh, schulden, um, ja, die zijn wat toegenomen de afgelopen jaren. Uh, naar zo'n 82 procent, uh, die is wat toegenomen. Uh, maar daartegenover zijn ook de total assets, die zijn ook uh, flink gestegen. Um, dividend wordt er niet uitbetaald. Nou, dat zie je ook liever niet bij dit soort bedrijven. Die koop je echt voor groei. Groei van omzetten en uiteindelijk dat ze ook winst gaan maken. Um, shares issued, uh, ja, die, lopen heel, uh, of die lopen toe, uh, maar is, uh, is uh, vrij minimaal. En peer ratio, ja, die is negatief, die is dus eigenlijk niet omdat de verlies wordt gedraaid. Uh, bij dit bedrijf moet je echt gaan inspelen op een, uh, op een koersrendement. En wachten op die kanteling tot ze daadwerkelijk winst gaan maken. Uh, wat meer een risky play dit. Uh, hier moet je echt de fundamentals induiken van zo'n bedrijf. En voor jezelf ook een projectie gaan maken. Oké, okay, wanneer gaan ze winst maken? En als ze verlies blijven maken, hoe gaan ze dat kapitaal ophalen? Uh, ja, hier moet je echt, echt ook de cijfers in. Uh, en belangrijk hierbij is om in de gaten te houden: blijven ze daadwerkelijk groeien? En dat kun je bijvoorbeeld gewoon opzoeken uh, via verschillende charts. Um, hier zien we bijvoorbeeld uh, Statista, unieke gebruikers van SoFi van 2018 tot en met het tweede kwartaal 2024. Ja, die zijn gewoon, uh, uh, die blijven groeien, blijven groeien, blijven groeien. Dus dat is goed om te zien. Houd dat soort data ook wel in de gaten. Naast omzet ook het aantal. Uh, de omzet kun je natuurlijk ook verhogen door je prijzen te verhogen, maar je wil ook zien dat er steeds meer nieuwe mensen bij komen om dat vliegwiel uh, draaiende te houden. Dus dat is ook heel belangrijk bij dit soort, uh, dit soort bedrijven. Uh, goed, dan hebben we de actie, lopende actie, maar eerst de vorige actie van de pc met drie beeldschermen, toetsenbord, muis, alles erop en eraan. Die winnaar die is benaderd, die is gecontacteerd uh, en die zal zijn pc uh, binnenkort th thuis uh, krijgen. Dus leuk. Uh, deze maand hebben we natuurlijk ook een actie in oktober: Magnificent 7 Actie. Uh, waarbij je dus kans maakt op een fractioneel aandelenpakketwaarde van 500, 250 of 200 euro in de eerste, in de tweede en de derde plaats. Uh, de Magnificent 7 aandelen bestaan dus uit bijvoorbeeld Apple, Microsoft, Google, Nvidia, Amazon Meta en Tesla. Uh, en wat moet je daarvoor doen? rekening openen via onze link. Minimale storting van 250 euro in de maand oktober. En minimaal drie transacties in die maand hebben gedaan. Um, dus daar uh, maak je gewoon kans op. Uh, wel even registreren via onze link. Als je daaraan mee wilt doen. Dan hebben we natuurlijk de cijfers van ASML. Want die ging behoorlijk onderuit. Um, ASML. Ja, uh, we hebben hier natuurlijk uh, de entry uh, gehad. Uh, 704. Daar staan we nu wat onder. Uh, maar ASML heeft een behoorlijke terugtest gemaakt. Uh, ruim 20% naar beneden gegaan. Uh, afgelopen. Kijken. Volgens mij was dat gisteren. Toch alweer een klein bounce gezien. Uh, van zo'n 4%. Ja, heel benieuwd wat daar, uh, wat daar nu mee gaat gebeuren. Ook afhankelijk natuurlijk van de cijfers. En als we gaan kijken naar de gerealiseerde cijfers. Uh, Q3 2024 dan was de uh, uh, winst per aandeel, de earnings per share, die was eigenlijk beter dan verwacht. En dan ook als we gaan kijken naar de omzet, die was ook ietsje hoger dan verwacht. Ja, waarom gaat dan zo'n aandeel onderuit? Um, de gerealiseerde cijfers, die zijn prima. Alleen, um, wat er ook aan de hand is geweest, is dat zij uh, qua verkopen, die zijn gehalveerd. Uh, dus dat betekent dat toekomstig gerealiseerde omzetten... Uh, en winst ook gaat verminderen. En dan moeten ze een bedrijf op gaan anticiperen. Um, volgens mij gingen ze, ze gingen van 2,6 miljard haalden ze binnen. En vorig kwartaal was dat 5,6 miljard. Dus dat is een behoorlijke, behoorlijke daling. En dat was niet eenmalig, want ze verwachten ook dat dat voor komend jaar um, ja, negatief, negatief uit gaat pakken voor hun. Ja, Dat zie je natuurlijk terug in de koers. De koers is niet alleen wat is er gerealiseerd. Nee, die kijk, investeerders kijken ook vooruit van wat gaat er komen. En hoe gaat zo'n bedrijf presteren. Uh, dus dat, dat zijn even de belangrijke cijfers. Dus uh, gewoon goed gepresteerd. Alleen de vooruitzichten die zijn minder. Ja, en dat moet je ook uh, in oogschouw nemen. Dit is ook de wat kortere slash middellange termijn. Waarin we dus vooruit kijken naar het komende kwartaal, komende jaar misschien. Um, ja, ook over de lange termijn. Ja, die chipmarkt die gaan we gewoon. Uh, die gaat gewoon groeien. Uh, we kunnen daar van allerlei onderzoeksrapporten uh, vinden natuurlijk. Uh, grote bureaus die daar heel lang onderzoek naar hebben gedaan. Ja, die chips gaan we gewoon nodig hebben. Ze zitten overal in. Wat je ook maar koopt: je mobiele telefoon, je autosleutel uh, in je auto, um, tegenwoordig in kookplaten. Mag het ons overal zitten chips in? En we gaan steeds meer die chips gebruiken. Mensen um, gaan meer product, dat soort producten kopen. Uh, wat uh, achterliggende landen die gaan ook dat soort luxe producten kunnen gaan kopen in de toekomst. Ja, dat, dat gaat gewoon gigantisch groeien. Dus dat chipgebruik ook. En ASML is echt een bedrijf die staat aan het begin van die keten. Die leveren machines aan die chipbouwers. Uh, dus dat is een van de bedrijven die daar ook van gaat profiteren in de toekomst. Dus, dit zijn naar mijn idee juist momenten om. In te schalen mocht je nog geen positie hebben. Nou, wij hadden rond die 704 in ons portfolio natuurlijk al positie genomen. Uh, en we kijken lager. 566, 70 kijken we ook naar een positie. Op dit moment hebben we niks gedaan naar die daling. Uh, we wachten tot die nog een stukje lager komt. Maar dit zijn bedrijven ja, die gewoon prima presteren. Ze hebben natuurlijk ook een flinke run omhoog gezien. Uh, maar ook als we gaan kijken naar uh, 2020 levels. Dan staan we nu nog steeds naar 170% hoger. Um, maar als we terug gaan kijken naar de omzetten. Uh, dan zien we dat ook, dat ook dat soort omzetten gewoon meer dan verdubbeld zijn. Uh, dus dat, je staat nou gewoon rond de fair value voor zijn aandeel. Uh, de projectie is wat naar beneden bijgesteld. Dat doet even pijn. Kan misschien nog meer pijn gaan doen de komende tijd als die cijfers uh, laag blijven. Maar in de toekomst gaat zo'n bedrijf gewoon weer. ...groeien omwille van de markt die meegroeit. Uh, of er moet echt wat gigantisch fout gaan bij zo'n bedrijf... ...dat er mismanagement is. Maar dat, uh, ze hebben afgelopen jaar gewoon prima resultaten laten zien. Goed en degelijk management. Dus daar verwacht ik geen issues in. En dan hebben we ook de cijfers van, uh, van Abbott... ...in ons portfolio die we natuurlijk hebben. Um, nou die waren zoals je ziet in de chart waren die goed. Um, we hebben hier natuurlijk uh, onze entry gehad... Die is gevuld uh, destijds uh, buiten beursopening. Optie die Maxam aanbiedt, outside uh, trading hours. Uh, er was een eventje met een rechtszaak en iemand was bereid om zijn aandelen uh, te verkopen voor zo'n 97 dollar aan ons. En daar hebben we een eerste TP van genomen, uh, rond die 19% in de, in de plus. Uh, die winst willen we heralloceren. Uh, mocht die daar komen, rond die uh, 101 dollar. Ja, voor de rest stijgt die verder. Dan gaan we misschien richting de all time high of misschien zelfs wel hoger. Afhankelijk van hoe de cijfers zich blijven ontwikkelen en uh, een extra TP inlassen. Uh, cijfers van Abbott, die waren dus goed en dat kwam met name vanuit de medische devices uh, hoek. Uh, die, die groeiden gewoon gigantisch. Daar zijn ze flink aan de weg aan het timmeren. Goede producten, goede groei, um, ja, mooi, mooi bedrijf, mooie resultaten laten zien. Uh, dus dat is, uh, dat is super. Ook in bijvoorbeeld economisch mindere tijden gaan dit soort bedrijven uh, goed. Want we zien bij economisch mindere tijden, hoe, ja, hoe slecht eigenlijk ook, uh, gaat ook de gezondheid van mensen achteruit. En dan gaat ze, gaan die healthcare bedrijven uh, kunnen daarvan profiteren. Uh, dus de, ja, de ene is het brood, de ander is het dood. En uh, ja, daar kun je op inspelen. Een ander punt die ik toch nog wel even wil aanhalen is het depositogarantiestelsel. Ik krijg nog steeds de vraag of de opmerking: ja, maar we zijn toch in Nederland uh, verzekerd tot de 100.000 euro. Um, ja, dat klopt. Maar dat geldt alleen op cashgeld. Dat geldt bij heel veel instellingen echt alleen op cashgeld en niet op beleggingsproducten. Uh, dus hou daar wel even rekening mee. Je kunt daar niet van veranderen. Dit stelsel is nou eenmaal wat het is. Alleen heel veel mensen die denken, ja, oké, okay, ik heb 100.000 euro geïnvesteerd in aandelen of obligaties. En ik ben daarvoor gewoon verzekerd. Nou, dat, dat is niet waar. Um, dat geld is alleen op um, spaarrekeningen, lopende rekeningen, termijndeposito's, dat soort um, uh, rekeningen. Daar geldt dat op. Maar aandelen of obligaties die vallen, dus niet onder dat depositogarantiestelsel. En dan kom je uit bij het beleggerscompensatiestelsel, en uh, dat betekent dat jouw beleggerscompensatiestelsel dat jij een maximale vergoeding krijgt. Van 20.000 euro per persoon. Um, dus houd daar rekening mee. Wees daar dus ook van bewust dat bij de keuze van de broken die je maakt, dat die aandelen van jou zijn. Niet dat ze bijvoorbeeld worden uitgeleend, want er zijn platformen waar jouw aandelen worden uitgeleend. en dan loop je een veel groter risico dan dat ze op jouw naam staan. omdat die bedrijven natuurlijk. Uh, dat ja, van wie is dan het aandeel omdat die uitgeleend is? Hoe ga je dat weer terugkrijgen? Het aandeel van jou staat het op jouw naam. En heb je dus te maken met die, met die vermogenschrijding. Dus ik wou dit nog even aanhalen. Heel goed het verschil in de gaten houden tussen het depositogarantiestelsel en het beleggerscompensatiestelsel. En denk niet van ik ben tot 100.000 euro verzekerd. Het geldt alleen op cashgeld in heel veel gevallen. Uh, goed, dan gaan we ook kijken naar het portfolio natuurlijk. Uh, we gaan alle posities eventjes overlopen, we hebben hier uh, Starbucks, daar zijn we hier natuurlijk gaan inschalen en hebben we die uh, mooie pump omhoog gezien, toen bleek dat er een nieuwe CEO kwam van Chipotle als ik het goed zeg, volgens mij CEO, uh, ja en die heeft gewoon daar goede cijfers uh, uh, gedraaid de afgelopen jaren en dat zagen we terug in die koers, uh, hij hangt hier, hij schurkt hier tegen die TP aan die we hebben staan, uh, helemaal onderin zouden we nog wel weer bereid zijn om bij te schalen uh, mocht dat komen. Maar op dit moment kijk ik eerder richting die TP uh, dan hier richting die entry. PECOM die uh, schrukt ook net onder onze eerste entry. Uh, tweede entry is nooit gevuld. Ja, we gaan hier ook gewoon afwachten wat daar uh, technisch gezien gaat gebeuren. Adobe, uh, daar hebben we natuurlijk een uh, entry genomen, winst genomen. Uh, tweede winst nemen nog niet gehit en de entry die staat nog steeds uh, open. Uh, vanuit de winstneming. Dus die winst die schalen we lager weer in. In dit aandeel. Omdat we daar gewoon long term vertrouwen in hebben. En verwachten dat hij een nieuwe all time high neer gaat zetten. Of in ieder geval de high gaat testen weer. Um, Diego. Uh, entry gevuld. Uh, tweede entry niet gevuld. En hier hebben we een TP klaarstaan natuurlijk. Uh, daar, ja, daar wachten we gewoon af. Verder geen, uh, geen veranderingen. Uh, Monster. Uh, die schurkt echt tegen de TP aan. Uh, twee entries geeft. En uh, ja, die schurkt daar nou tegen aan. Uh, over twaalf uh, dagen ook earnings. Uh, dus laten we hopen dat die uh, ja, misschien voor die tijd nog wel die TP uh, aan gaat tikken. Uh, TKH-groep, die entry is gevuld. Uh, we wachten op een, uh, een winstneming. Tweede entry staat ook klaar. Verder geen uh, veranderingen. Ja, Alphen, die blijft, uh, blijft hangen um, hier in dit gebied. Daarvan uh, hebben we ook aangehaald van ja, we gaan nu niet bijschalen. We wachten echt rustig af, eventjes tot, uh, tot de kouder uit de lucht is. Uh, en mocht die gaan kantelen, kunnen we eventueel alsnog een extra bijschaling doen. Maar dan hebben we technisch wat meer zekerheid. Um, Paypal, ja, daar hebben we natuurlijk gekeken naar de gain van dit uh, stukje. Die is er gekomen en die entry die staat dus ook, uh, staat dus ook klaar. Verizon die komt volgende week natuurlijk, of komende week met, uh, met earnings. Daar hebben we ook een entry staan. Uh, daar loopt hij een beetje bij weg. Dus we gaan even kijken wat er gaat gebeuren met earnings. Um, en misschien moeten we afhankelijk daarvan uh, ons plan gaan veranderen. Alleen technisch gezien lopen we hier natuurlijk nog wel tegen een heel belangrijk, uh, belangrijk punt aan. Uh, dus even wachten wat daar gaat gebeuren. Misschien als we hier boven uitkomen dat we uh, ons plan gaan veranderen. Uh, maar voor nu staat deze nog. Abbott uh, hebben we natuurlijk uh, behandeld net. Alberts, um, ja, die hangt een beetje tussen onze entries uh, in. Deze entry die is natuurlijk hier gevuld. En deze entry die staat nog uh, klaar, staat nog open. Amazon, um, die gaat ook met, uh, met cijfers komen. Uh, die entry die is gevuld. TP die staat klaar. En een andere entry staat ook klaar. Voor de rest geen, geen wijzigingen. ASML hebben we natuurlijk behandeld. Uh, Volkswagen hebben we natuurlijk ook een entry. Uh, nog geen TP erin gezet, nog geen tweede entry. Uh, hier wachten we rustig, uh, rustig af. Uh, gewoon blij met die positie ook omwille van dividend rendement, wat er uitbetaald wordt van bijna 10%. Dat is gewoon, uh, gewoon mooi. Uh, dan heb ik de aandelen de QuickScan nog niet, uh, nog niet meegenomen. Dus dat kunnen we nu nog even snel doen. Dit is denk ik een oude analyse die we hebben staan. Uh, ik zal die. Krabels even weghalen. En wat we hier natuurlijk zien, is dat we hier te maken hebben met deze downtrend naar beneden. Oh. Met deze downtrend naar beneden. Uh, momentum lijkt wat af te zwakken. We lijken hier stand te houden. Nou, even, even afwachten wat we gaan doen. Uh, ook opwille van de cijfers. Ik denk dat je misschien hier aan de onderkant dit gebied uh, de liquiditeit nog wel weg kunt snoepen. En dat als je geïnteresseerd bent en je vindt dit een eerlijke waardering voor dit bedrijf, dat je misschien hier wel aan de onderkant kunt gaan zoeken. Want deze bovenkant is natuurlijk nu getest, die is weg. En anders kun je gaan wachten op een gain: uh, dat je hier ergens bovenuit gaat komen en daar een terugtest in gaat stappen. Uh, Rockwool, ja, mooi bedrijf hebben we natuurlijk over gehad, alleen die zit wel richting die all-time high aan te schurken. Dus je bent daar nu wel weer vrij laat. Risk rewards, wat we. Is wat weg, dan kun je beter in dit soort gebieden gaan kijken naar een entry. Um, zeker ook met het mooie dividendrendement wat ze draaien. Ja, dan had je, al, had je gewoon gigantisch 100% in de tas kunnen hebben. En dan had je de rest kunnen laten lopen voor het dividend bijvoorbeeld. Um, ja, ik, ik denk dat je nu dus vrij laat bent. Ik zou uh, hier nu niks meer doen. Uh, gebieden waar ik nou, nou naar zou gaan kijken. Dan kom je een beetje uit in deze regio's. Uh, om daar mogelijk te gaan kijken voor een, uh, voor een eerste entry. Ook als we gaan kijken technisch gezien, zien we hier een hiccup in die stijging. Uh, hier een hiccup in de daling. Uh, hier zien we een hiccup. Hier vindt hij een aantal keer support. Hier is een aantal keer weerstand geweest. Uh, dus dat is gewoon een mooi punt. Uh, mocht je geïnteresseerd zijn in het aandeel, om daar te gaan kijken voor een, uh, voor een entry. Uh, SoFi, nou, die, heeft, uh, ja, die zit niet tegen een all time high, -time, maar die zit wel tegen een heel belangrijk punt aan te schurken. Uh, dit is denk ik de uh, lancering geweest van het aandeel. Uh, vervolgens is dat hier support geweest, maar ook weerstand geweest. Uh, en hier zien we natuurlijk ook een aantal keer dat het weerstand is geweest. Dus uh, is dit nu het moment om te kopen? Nee. Uh, dan zul je echt lager moeten gaan kijken. Uh, naar dit soort gebieden uh, om daar op een terugtest uh, te gaan kijken. Of dat je gaat wachten tot die hier gaat gainen... en dan op een terugtest in uh, gaat stappen. Uh, goed, dan hebben we deze ook nog eventjes meegenomen. De aandelen van de Quickscan. De aandelen van uh, het portfolio doorgenomen. En dan gaan we natuurlijk ook even kijken bij Maxim hoe dat eruit ziet. Goed, dan hebben we hier natuurlijk uh, het portfolio. 13.133 staat er nu in ons portfolio. Uh, daar is de afgelopen, sinds de afgelopen keer niet veel aan veranderd. Uh, we zien een Unrealized PNL van 150 uh, euro. Nou ja, en de aandelen die, uh, die in het groen zijn, natuurlijk een Starbucks, een monster. Misschien een monster die TP aan gaat tikken. Abbott natuurlijk met cijfers komen wat er goed uitziet. En als we hem om gaan draaien, uh, ja, ook daar is niet veel aan veranderd. Dan is uh, Alve onze meest uh, verliesgevende positie op dit moment. Als we dan gaan kijken ook weer naar de performance. Die verdeling is ook niet heel veel veranderd. Um, we zien nog steeds dat we ongeveer een derde hebben geallockeerd in stocks. Ja, we staan gewoon op all-time highs met bijvoorbeeld SP. Het risico zit in de markt. Dus we, ja, we wachten rustig af. Links en rechts uh, wel wat kansjes natuurlijk. ASML was een mooie kans geweest, maar daar hebben we natuurlijk uh, al een entry ingenomen op dit punt. Um, links en rechts wel kansjes. Maar ja, er zit wel een risico in de markt. Dus we blijven een klein beetje terughouden met portfolio. Uh, goed, dat was de portfolio uh, update van deze week. Uh, volle portfolio update. Weer veel uh, uh, bijgewerkt, bijgepraat. De vorige keer hebben we natuurlijk de DCA-video opgenomen omdat we in Dubai zaten. Uh, dus dit keer een bomvolle update, denk ik. Laat zeker even weten weer wat jullie ervan vonden. Um, waar jullie eventueel wat jullie nog zouden willen zien. Welke verzoekjes jullie zouden willen zien. Laat ze ook zeker achter in de reacties onder de video. En dan zeg ik weer bedankt voor het kijken en tot de volgende. Later.